größte Attraktion in der Geschichte des Europaparks ist eröffnet! Hallo! Ja, grapje, daar ben ik niet. Want ik ben er deze keer niet bij. Maar toch wil ik jullie in deze video meenemen op het zomerfeest van de Adventure Club of Europe. Waarbij de nieuwste attractie uit Europa Park, het Voletarium, werd geopend. En nu hoor ik je denken, Adventure Club of Europe? Mijn naam is Johan Malus. Ja, en dat is dus de 21ste president van de Adventure Club. Deze club bestaat namelijk al zo'n 300 jaar. En bestaat uit ontdekkers van over de hele wereld. De geheimen die zij tijdens hun expeditie ontrafelen, worden voorgelegd aan de Makbank. Die dus. En krijgen ze wellicht een plaatsje hier in Europa Park. Zo ook de ontdekking van de gebroeders Eulenstein. Wat velen niet weten, is dat zij nog voor de gebroeders Wright met een bemand vliegtuig vlogen. Deze professor, Andrei Nikolaev, heeft hiervoor namelijk bewijzen gevonden. Maar goed, terug naar het feest waar diverse optredens waren met onder andere Melanie C. en Hans Klok. Het Voletarium is geopend. Nadat je de laboratoria van de Eulensteins de Kruis hebt, vlieg je over de mooiste plekjes van ons continent. Ik hoop jullie snel op een rustige moment meer van dit prachtige Flying Theater te laten zien. Na een ritje in de attractie was het tijd voor een feestje, dat tot in de vroege uurtjes duurde en heel, zei ik al, heel gezellig was.